Een hele goede middag, mijn lieve vrienden. Ja, het is weer middag. Ik moet even tussen twee katten door. Moet ik even uitkijken dat ik geen staart overal brei. Oh, die gaat er ook vertellen door. Zo, ja, het is, wat voor dag is het vandaag? Tweede Pinksterdag, maandag. Ja, dat kan niet missen. Het is 13:12. Ja, het is een beetje laat, maar ik heb zelf gewoon weer eens een keer hoofdpijn. Ik heb mijn haar wel gewassen, daar ben ik dus niet opgemaakt, maar dat boeit me niet vandaag. Blijf toch lekker thuis en ik verwacht ook niemand nu. Ik doe het lekker vandaag rustig aan. Gisteren was het een lange, emotionele, vrolijke, gezellige dag. En dat emotioneel, ja, dat nekt je meestal, tenminste bij mij. Dat vreet heel veel energie. En morgen zal dat wel weer worden, anders zie ik mijn zoon weer. Na een aantal x jaren, samen met mijn schoonzoon. Ja, niet mijn fout hoor, nee. Als ze niet aan de wensen voldoen, kijk, ik laat me niet beledigen door mijn kinderen. En ook niet bij mijn voornaam benoemen. Dus dat doe ik niet. Maar oké, daar praten we verder niet meer over. Ik ben wat de boel aan het sluiten, maar het willen we hier niet. Ga weg. Nee, hij doet het niet. Ik zet jullie even neer, sorry. Ik moet even dat weg zien te krijgen. Dan druk ik daarop. En dan... Hè? Nou is het weg. Nou, dan kan ik even de computer schoonmaken, want hij is vannacht weer aan het werken geweest. Ik heb weer een vlog naar YouTube gebracht. Althans, eerst op de PC een film laten maken. En die kriebelt. Met je steurt. Zo. Eventjes mijn computer schoonmaken. Simpel wat. En ik denk, ja, ik ben vlugger dan die computer gelijk zo. Want... Zo, kan je schoonmaken. Hé, hey, je kriebelt, zei ik. Je kriebelt me met je steurt en je lijfie. Wat vind je nou weer? Nee, je bent gek. Ja, hier komt ie. Ja, het is een aanhalerig beestje. Hij mag graag aangehaald worden. En langs je benen heen strelen. Hé, ja. Hij is zo lief. Maar op schoot, dat wilde hij weer niet. Nee. Maar hij is ook loodzwaar, hoor. Ja, hij is echt loodzwaar, dat beestje. Maar ook zo aanhankelijk. En dan loopt hij maar om je heen. Hé, kereltje. Ja, hé. Wat voor dikkie. Maar ik heb er hier nog een, ons prinsesje. Ja. Ook die is lief. Hé? Oeh, wat hoor je allemaal? Wat horen we allemaal? Nou, er komt niks door de briefbus, hoor. Nee, want het is vandaag maandag, tweede Pinksterdag, dus ook een zondag voor velen. Ja. Maar ja, daar hebben jullie toch wel last van, dat begrijpen jullie toch lekker niet, hè? Nee. Och, als je dat... Nou, kijk eens, hier zit wat lekkers in. Dat moet rondje toch niet. Zo, eet jij het maar op. Oeh, ja, moet jij het ook maar opeten? Jij doet het niet. Terwijl het honden lekkere snoepjes zijn, ja. Nou, morgenochtend komt Rebecca weer om de brok schoon te maken. Kijk, we laten het gewoon liggen, hoor. Die brokjes. Nou, ga eten dan. Je bent maf. En dat poezenbeestje mag het niet. Nou, dan geef ik het aan dat poezenbeestje. Zo, lekker pu. Nee, jij eet het niet op. Je krijgt zo meteen je eigen eten. Ja. Het zit ook in die bal en je moet het niet. Terwijl je er eerst zo gek op was. Mal hondje. Maar ja, dat is dan de beestenbol. Dus van harte welkom bij Corina en de beestenbol met een gloednieuwe vlog. Ja, dat zal vandaag een beetje in huis wezen en een beetje in de tuin. Want ik ga lekker niet weg. Nee. Ik ga hier genieten en ik ga op Facebook, want mijn ene moderator Tris, die zat gisteren er helemaal alleen voor. Nou, dat vind ik zielig, dat behoort niet.
En ze wisten beide dat ik gistermiddag bezoek zou krijgen. Nou, dan behoorde de andere moderatrice te helpen, simpel. Het was gisteren druk op Facebook, omdat we gisteren ook een thema hadden in de 50+. Nou ja, dan behoorde erbij te zijn. En ik kon helaas niet. En dat wisten ze. Ja, krijg je dit, gesodemieter. Gaat de ander ook weg zonder overleg. Ja, dat behoort niet. Overleg het dan even. Maar ja, oké, dat komt allemaal weer goed. Daar wordt over gesproken. Maar ja, ze zou vanmiddag eigenlijk komen. Nou, dat ging ook weer niet door. Nee, want een van haar kinderen had haar nodig. Maar ja, ik denk dat bij mezelf. Hallo, ze zijn volwassen. Op die ene na, die markeert wat. Maar de andere die markeert, zover ik weet, niks. En die woont samen met zijn vriendin. Maar die heeft om de halfklap ruzie met zijn vriendin. Ja, als het niet meer gaat samen, dan moet je het uitmaken. En dan kan het meisje terug naar de ouders of waar dan ook naartoe. Ja, help elkaar en maak er dan een einde aan. Punt, klaar, simpel. Mensen, liefde zijn niet getrouwd of wat dan ook, dus ja. Ga dan met elkaar om tafel. Vraag wat er aan scheelt, wat er aan zit. Ja, maar daar hoort moeders niet mee te bemoeien, vind ik. Het is hun leven. Ik ga ook niet met Karin en Roderick bemoeien of met mijn zoon en mijn schoonzoon bemoeien. Dat doe ik niet. Nee, het is hun leven. Ze wonen op hunzelf, dus ja. Daar behoor je als ouders niet meer mee te bemoeien. Dan denk ik bij wijze van spreken raad en daad te geven. En dat kan ook nog per telefoon even. En verder behoor je er niet mee te bemoeien. Nee. Dan ga je er niet naartoe om als scheidsrechter ertussen te zitten. Maar ja, wie ben ik? Zo denk ik erover. Maar ja, dat ben ik. Punt. En zei nee, ik zou geen fouten gevonden. Mooi. Nou, klaar. Dus ja, zo van die doende. En ik ga koffie maken en een broodje maken en mijn hondje even eten geven. En dan de droge vaatwasser leeghalen en daar even wat nieuw in doen. Maar het hoeft niet gedraaid te worden, want er is te weinig voor hier. En dat vind ik een beetje zonde van mijn vaatwasser en van het water en van de stroom. Dus dat doen we maar niet. Nee, kost zelf wat meer bij. En als ik soep kom, morgen hebben we soepborden, ja. En dus, maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Het is prachtig mooi weer hier aan deze kant. En ja, daar loopt er wel eentje met een jas aan en een petje op. Alsof hij het koud heeft met zijn hondje. Maar het lijkt mij helemaal niet koud. Ik zal even kijken op oma Toon. Ga even weg. Hoeveel graden het buiten is. Waar die het op? Nou, 20,5 graden. Het is in huis 23 graden. En dan zal ik op andere buitenthermometer kijken. Daar is het 26 graden. Ja, dat is van de deurbel. Dan heb ik er allemaal eentje hangen. Maar dan moet ik er weer opstaan. Moet ik mijn stok weer hebben. En dat heb ik nog geen zin in. Nee, ik ga nou voor mezelf zorgen. Voor mijn hondje. Dus ik zeg aju, paraplu. Nou, klaar. Klaar nu. Ja, je bent gek. Er is niks. Er is niks. Nou, grap niet in, mijn gekkie. Ja, lieve vrienden, hij heeft door dat ik even weg moet. Ik moet eventjes snel weg, ja. Ik ben er zo ook weer, want ik heb het druk. Ik heb koffie geschonken, maar ik moet gewoon even weg. Even. En nou wil hij ook dus mee, maar hij gaat niet mee. Nee, ben zo weer terug. Ja, dus lieve vrienden, tot strakjes maar weer. Doei doei. En mijn hondje is weer een grote jongen. Ja, die heeft zijn bak weer leeg. Ja, anders die staat nog midden in de keuken. Even op zijn plek. En ook ik heb mijn eten voor mijn neus staan. Een lekkere bord met mais. Ja, dat vind ik lekker. En een of andere burger, die had ik in mijn soeppan nog zitten. En ik heb nog meer vlees, dus ja. Ik heb de hele week wat vlees. Dat is allemaal al klaar.
Dus dat ik kan lekker eten en natuurlijk mijn wijntje en mijn koffie erbij. Ja, en mijn poezebeestje, die heeft boven staan met de andere drie. Ja, dat staat altijd dag en nacht klaar. Oeh, er kwam geen geluid uit. Hoe hadden we dat? Hé, hey. Oeh, spinnenkoppie. Hé? Hey? Ja, hopie dopie. Dat, ja, lieve vrienden. Oh, hey Dorsman. Dat, ja, ik heb de deur al wel weer dicht, want het werd mij een beetje te koud. Dat ik denk, voordat ik de kachel aan moet doen, dat vind ik een beetje jammer, ja. Ik denk, ik doe de deur op tijd dicht. Of ik de kachel ook niet aan te doen. Nee, dat, maar ik ga lekker eten. Ik ga je zo meteen even bidden. En daarna ga ik eten en dan kom ik straks nog een keertje retour. Dat is zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, en het is weer avond. We gaan weer sluiten. En de beestjes die slapen al. En de klok die rammelt. 12 uur. En mijn hondje die lag er net te dromen, maar nou weer niet. Ja, toch weer wel. Gingen ze bekijken, zijn pootjes. Zo leuk. Maar oké, ik zeg wel rustig slaap lekker met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.